koffieautomaat stonden de leerkrachten te praten over geweld op tv en internet. Dat geweld van tegenwoordig op tv, dat is toch niet normaal? Ja. Hé, waar hebben jullie het over? Over het geweld wat een normaal tv is. Oh, dat. Ja. Maar we hadden toch ook nog die filmmiddag? Dus daar kunnen we dan ook een film in stoppen zonder geweld. Dat vind ik een heel goed idee. Ik weet volgens mij een hele goede dvd-winkel. Oh ja, daar. Die is naast de Albert Heijn, toch? Ja. In een dvd/boekenwinkel waren de eigenaren aan het werk. Heb je die boeken al gesorteerd? Ja, ben ik net mee bezig. Mooi. Hey, er zijn klanten binnengekomen. Zo, wat mag het zijn? Wij zijn leerkrachten van de Horizon. En we willen een filmmiddag organiseren, maar dan wel met een film zonder geweld. Nou, we hebben echt wel een dvd zonder geweld. Ja, die speciaal film, die speciaal witte film. Ja, oké. Een hele speciale film voor jullie. Ja, maar er staat helemaal niks op. Ja, dat is juist spannender. Ja. Oh. Hoeveel kost die film? Nee, neem maar gratis. Doei. Doei. We zijn eindelijk van die film af. Op school zaten de kinderen klaar voor de filmmiddag. Wat voor film, denk ik. Ik hoop echt dat het met een film met geweld is. Ik hoop echt een supervette horrorfilm. Ja. Weet je wel? Ik klaar met de kinderen. Stilte. Voor jullie een film gehuurd. Met veel humor. Gaat het zo over de Noordpool, omdat het een hele witte kaft heeft? Hij gaat niet over de Noordpool, maar we zullen wel zien hoe die gaat. Oh, hij gaat alweer verder. Kijk, dat is heel veel kinderen. Hoeveel tellen jullie er? Het lijkt wel alsof ze bij ons in de klas naar binnen kijken. Nou, het lijkt wel of het een stuk of 14 zijn. Hoe kunnen ze nou weten dat we met z'n 14e zijn? Ja. In de film waren opeens gemaskerde mannen die in de klas konden kijken. Transformeren. 3, 2, 1. Ze zullen toch er niet echt uitkomen? Allemaal stil zijn jullie! Niet meer! Oké, alle meiden hier. We gaan ze verzamelen en selecteren. De blonde meiden allemaal daar. Ja. Wat doen jullie hier? Hey, niet aan mijn kinderen, nu! De kinderverkoper sorteerde de kinderen alsof het vee was. Maak even foto's, dan bel ik onze klant. Hallo? Ja, we hebben die kinderen al wel te pakken. Ze mogen niet kopen. Nee, ik wil niet kopen. Jongens, er komen nog andere leerkrachten aan. Zeg dat ze nog steeds weg. Weg. Nog een keer. Weg! Nu! Loop! We zijn al begonnen met de les. Gaan jullie maar snel, hè? Doei. We gaan ook weer niet binnen. Help, we worden ontvoerd. Ga snel naar de dvd-winkel naast de Albert Heijn. Kom, snel erheen. In de winkel vroegen de leerkrachten wat er aan de hand was. Wat deed ze met die film? En nu? Nu vertellen! Ik was er wel een beetje bang voor dat die ontvoerders uit het beeld zouden komen. Waarom heb je dat dan niet meteen gezegd? We wouden al heel de tijd van die film af. Ja, maar nu zitten wij ermee. Ja, en wat moeten wij nou doen om het op te lossen? De oplossing is om de stekker uit het stopcontact te halen van de dvd-speler. De leerkrachten stuurden de oplossing naar de klas en een paar stoere meiden ondernamen gelijk actie. Jongen! Wat power! De kinderen maakten zichzelf en de anderen los en waren blij dat ze nu niet verkocht werden. Ja!